Oké, Jolanda. Ja? Ogen dicht. Okay. We gaan nu met 1000 kilometer door een buis ergens heen. Oké. Okay. Waar gaan we heen? Nou, het lijkt me wel mooi om naar Parijs te gaan in een half uurtje. Zoiets? Zo. Ja? Hey, fijne reis. Ja, jij ook, hè? NS presenteert Tijdreizen. Een serie over historische gebeurtenissen rondom het spoor. Van vroeger naar nu en verder. In deze aflevering hoe de ontwikkeling van de Hyperloop al lang geleden begon, hoe serieus reizen door een buis de komende jaren wordt en hoe innovaties het treinreizen gaan veranderen. Hoe snel trekt hij eigenlijk op? Want hoe snel ben je dan bij 1000? Hij kan heel snel. Echt binnen een paar seconden kan hij al op volle snelheid zijn. Dat is in ieder geval wat ze nu allemaal aan het uittesten zijn. Het mooie is ook dat ze binnen 10 seconden misschien wel stilstaan. Ja. En dan moet je dus niks van voelen. Dit is Yolanda Garcia. Ze werkt in het Spoorwegmuseum en vertelt de bezoekers graag over de techniek van de Hyperloop. Ja, het ziet er in ieder geval spectaculair uit wat je daar ziet. Hè. Dat noemen we een pot. Maar de Hyperloop is eigenlijk het idee van een toekomsttrein. Waarbij dit als voertuig wordt gebruikt en die gaat dan door een vacuümbuis. Dus eigenlijk heeft hij daardoor heel weinig weerstand. Je hebt geen luchtweerstand, want vacuüm betekent dat je geen lucht hebt. Ja. En de magneetzweeving die zorgt ervoor dat je geen wrijving hebt van wielen op rails bijvoorbeeld. Ja, hier kunnen we dus eigenlijk zien wat vacuüm doet in een buis. Ja, vacuüm maakt het sneller. Precies. En is het dan een trein met wagonnetjes? Of hoe moet... Nee, ze worden niet aan elkaar gekoppeld. En dat maakt het natuurlijk ook zo handig. Want je komt aan op het station, er staat er een klaar als het ware. Je stapt in of hij nou vol zit of niet en hij kan weg. En er komt... Ja. En er komt over een paar minuten weer een nieuwe. De dienstregeling is eigenlijk verleden tijd. Ja. En te laat komen dus eigenlijk ook. Ja. Vertraging op het spoor hoeft niet meer. Maar hij is 1 op 2, hè? Hij zou 2 keer zo groot zijn. En hier machinist? Die kan niet reageren op die snelheid. Die snelheid nee, dus machinist is niet meer nodig. Maar die techniek, die is al best wel oud, toch? Ja, het idee is al heel oud. Magneetzweeftreinen bestaan al. En het principe van een vacuümtrein, dat bestaat ook al. Dat is zelfs tot in 1844 is al bedacht. We kunnen met vacuüm treinen aandrijven. Nou, daar zit wel een verschil met de Hyperloop. Want in de Hyperloop gaat het niet om de aandrijving door vacuüm. Maar gaat het om het wegnemen van die weerstand. Door vacuüm. Dus er zijn eigenlijk 2 technieken die samengevoegd zijn. Ja, en dat heeft Elon Musk bedacht. Die heeft op een gegeven moment gedacht, als we die 2 dingen nou combineren met elkaar, dan kunnen we tot echte snelheden komen. Dus in 2015 heeft hij een wedstrijd uitgeschreven en heeft hij gedacht, iedereen mag nadenken over hoe zou dat dan uitzien en hoe moet dat uitgevoerd worden. En nou, eigenlijk zien we hierachter een van die resultaten. En die is ook nog eens uit eigen land. Ja, tof toch? Dat is in Delft gemaakt door studenten. Nou, ongeveer 2000 deelnemers hadden ze, van over de hele wereld. En vanuit die 2000 inzendingen is de TU Delft als winnaar gekozen. The team with the highest score, and that's Delft. Yeah! Hoe ziet het toekomstscenario eruit, als je een beetje mag dromen? Ja, als je mag dromen, dan wil ik dit over 30 jaar gewoon al hebben. En of dat nou onder de grond is of boven de grond, dan kan je door heel Europa reizen. Want het gaat natuurlijk wel over de lange afstanden. Waar zou jouw eerste Hyperloop-tripje naartoe gaan? Ja, ik zou wel naar Spanje willen. Daar komt mijn familie vandaan. Ja, dan denk ik dat in een uurtje ben ik er wel. Ja, bizar. Ja. Hoe zou het reizen in zo'n tube zijn? Ja, je zit natuurlijk wel in een tunnel, dus dat is al heel anders. Ik denk niet dat je heel veel verschil merkt. Wat ik fijn vind aan in de trein of met de trein reizen is dat je lekker naar buiten kan kijken. Okay, dus dat is het uitzicht wel minder mooi, maar ja, als je dan snel op je bestemming bent, dat is natuurlijk wel handig. Thijs, als jij die Hyperloop ziet, wat denk je dan? Kun je dat voorstellen? Ja, ik denk dan heel erg aan de toekomst. Je kan er wel degelijk iets bij voorstellen. Tegelijkertijd moet er ontzettend veel gedaan worden, maar er wordt ook heel hard aan gewerkt. Jij bent adviseur innovatie bij NS. Ja. De NS neemt het wel serieus, die Hyperloop. Absoluut. We zijn er ook als investeerder van het eerste uur meteen bij betrokken geraakt. We willen gewoon echt laten zien aan de buitenwereld dat we met de toekomst bezig zijn. Maar we willen zelf ook snappen welke technologieontwikkeling daarin zit. Zodat we daar zelf ook elementen uit kunnen halen die voor wat wij doen nu, treinen rijden, van belang kan zijn. Wij geloven er in ieder geval in, anders zouden we niet investeren. Tegelijkertijd, er zijn nog heel veel vragen waar antwoord op moet komen. Hoe sterk is het materiaal? Hoe snel kan je? Hoe zit het met de veiligheid? Wat zou volgens jou nou een te gekke innovatie zijn? Nederland zien als metronet. Treinen die rijden op zonnepanelen. En dat je gewoon naar het station gaat zonder je voor te bereiden en gewoon in de trein stapt. Dat het hele netwerk in Europa gestandaardiseerd wordt. Dat het gewoon allemaal één verbinding is, één trein. Misschien één Europese maatschappij. Die Hyperloop, die is er straks misschien, ooit. Wat doet NS op dit moment aan innovaties? Nou, we kijken eigenlijk heel breed binnen NS. We hebben best wel wat bedrijfsonderdelen die heel erg innoveren in producten en diensten die we al hebben. Dus kunnen we de app slimmer maken, kunnen we zorgen dat we onderhoud slimmer doen. Eentje waar ik betrokken bij ben geweest heeft te maken met het schoonmaken van treinen. Het gaat er uiteindelijk om dat die treinen zo snel mogelijk weer ingezet kunnen worden. En tegelijkertijd hebben we ook gewoon een nieuwe regelgeving te maken die eisen dat we gewoon andere chemicaliën gebruiken. NS is gestart met een praktijkproef om te kijken of coatings en wakslagen ervoor kunnen zorgen dat de trein langer schoon blijft. We kunnen zo kijken ook naar preventie, kunnen we voorkomen dat het vies wordt. En tegelijkertijd willen we andere reinigingsconcepten toepassen om treinen schoon te krijgen. Dus het gaat echt om van hoe kunnen we erachter komen waar treinen vies worden en waar dat uit bestaat. Dat weten we gewoon nu niet. Wat ik een ander mooi voorbeeld vind is CO2-filters. Wij rijden al treinen en we zijn nu, gaan binnenkort in gesprek met de TU Eindhoven. Die ontwikkelen specifieke CO2-filters om CO2 af te vangen. CO2 hangt in de lucht en wij rijden toch al treinen. Ja. Dus kunnen we die treinen eigenlijk niet als een stofzuiger gebruiken om, als we toch bezig zijn, CO2 uit de lucht te halen. Dit is een ontwikkeling die gaat nog even een aantal jaren duren, maar dit soort vragen, daar word ik dus heel blij van. Ja, dan ben je niet eens CO2-neutraal, maar CO2-negatief eigenlijk. Ja, dat is onze hele stoute droom voor ver in de toekomst en dit zou een stapje in die richting kunnen zijn. Mooi man, ja, het klinkt goed. We stellen gewoon hele open, innovatieve vragen eigenlijk. Hè? Nieuwe dingen doen, tot in nieuwe inzichten komen. Met elkaar om te denken, potje aan 3, hier ligt een kans. Ja. En dan is het kwestie van doen. Dat vind ik geweldig. Hoe ziet de treinreis van de toekomst eruit? Ja, ik hoop dus inderdaad dat die echt supersnel gaat. Dat lijkt me echt heerlijk. Dat je dus 's ochtends kan bedenken, ik ga een croissantje eten in Parijs. En je bent er in 20 minuten, een half uur. Dat is eigenlijk mijn ideaalbeeld. En voor jou? Ja, ik sluit me er helemaal bij aan en ik zou het nog makkelijker willen zien dan het nu al is. He, dus echt vanuit huis de totale reis kunnen plannen en dat ook alle diensten daarop aangesloten zijn. En eigenlijk ook nog duurzamer dan we nu al zijn. Zijn er nog wel treinen dan in de toekomst? Ja, als die geleid is, nog steeds over één baan, dan vind ik nog wel dat je het een trein mag noemen. Ja. Ja, de treinen zoals we het nu kennen gaan nog heel lang blijven. Een tikkeltje beter. Was ook wel opgezet om indruk te maken. Je moest een beetje nederig zijn om met de trein mee te gaan. Je moest een beetje respect tonen.